De vereniging Bedrijven Noordoost heeft een plan gelanceerd voor een kabelbaan tussen Kardingen en het UMCG. De baan zou langs het Oosterhammerik-tracé moeten lopen. Het stadsbestuur is aan het nadenken over de ontsluiting van de stad via de Oostelijke Ringweg, het Oosterhammerik-tracé, naar het UMCG. De club hoopt nu dat het stadsbestuur dit alternatief meeneemt. Volgens het VMBO is het plan snel en relatief goedkoop uit te voeren. Wij willen door de week het personeel van het UMCG de gelegenheid bieden om de auto te parkeren. In de weekenden kunnen de bezoekers van de binnenstad parkeren en vervolgens transporteren ze met de kabelbaan binnen een aantal minuten naar het centrum. Bijkomend voordeel is dat het al jaren braakliggende terrein van Sloperij van Simmeren na 10 jaar eindelijk aangepakt kan worden. Wij moeten er iets mee. U ziet hoe het erbij ligt. U ziet voor de omwonende ondernemers, het is een puist in de wijk en het moet ontwikkeld worden. Het ligt al 1 jaar of 10 op deze manier erbij. Als het wat droger wordt en de wind gaat wat waaien, het is een stuiverij en alles. Het is gewoon een probleem in onze wijk en dat moet ontwikkeld worden. Voor het voormalig terrein van de sloperij heeft de ondernemersvereniging allerlei mogelijkheden op een rijtje gezet. Het is een prachtig terrein, 12.000 vierkante meter groot. We hebben laten onderzoeken hoe het zit met de vervuiling. Het is vuil, maar met een goede afdichting kun je toch dingen doen. We hebben gekeken naar de belastbaarheid, is geen probleem. We hebben een van onze leden de wilde wegenbouw gevraagd, wat gaat het kosten als je dit gaat bestraten voor ons? 3 ton gaat het kosten. En we denken dat als je met 3 ton dit terrein een beetje op orde kunt brengen, dan is het voor heel veel doeleinden geschikt. Evenementen, circussen, camperplekken, stadscamping, een mooi restaurantje aan het water. Er zijn tal van mogelijkheden, ik word daar helemaal lyrisch over. De leden van de bedrijvenclub hebben ingestemd met het plan. De club gaat nu naar de gemeente.